We zijn hier bij de eerste speeltuin en dit is de enige speeltuin op de campinggedeelte. We hebben hier een raar ronddraaiding met Rowan erop. Een dat ding wat die dingen draaien en dan kan je dingen doen ofzo. Hier een hele grote wipwap, een schommel, drie wipkippen, een grote schommel die niet werkt en kapot is. En dat lint hebben wij totaal niet gedaan. Dat is daar beneden. Een boomstronk. En een klimrek met twee glijbanen en dingen. En rekstokken die helemaal, zeg maar, niet zo goed zijn. Rowan, we gaan naar de volgende. Yeah. We zijn nu bij de tweede speeltuin en dit is letterlijk het enige. Een wipcap. En zand. En dit is eigenlijk een geheim, want het staat niet op de kaart. We zijn nu bij de derde speeltuin met een wipkip en een huisje. En het is echt in het midden van een bos. Wee. En we moesten heel vers, heel lang zoeken. Ik kan niet praten. We zijn nu bij de vierde speeltuin en er is een wipkip. Een iets. Rowan, draait dit? Misschien. Ja, het draait. En je kan dingen doen. Als je groter bent. En er is een heel klimdingetje. Een beetje de golfbaan daar. En iets. Hier een dingetje. Een schommel blijkbaar. Hier een dingetje dat rond... Hou je wat! Hier een dingetje dat ronddraait. Nog een wipkip, nog een wipkip, nog een wipkip, nog een wipkip, een wipwap. Een klimrek met dikke dingen. Of zo. Een grote schommel die deze keer niet kapot is. Een basketbal ding. Een glijbaan. Die heel gek is. Een of ander klimdingetje. Oh, met die ronddraaiende dingen weer. Heel voetbalveld. Een iets veld. Tennis of zo. En hier basketbal. Aan hier nog iets. Ah ja, die schommel. Is het groot genoeg? Nee. Oké. Dan niet. Oei. Dit is de laatste speeltuin en de vijfde andersom, maar maakt niet uit. Met een webcam en een huisje met een zandbak. En hiervoor moesten we een kilometer en heel veel lopen.